Ik ga je iets heel moois laten zien. Ik heb even 3 kinderen nodig die mij daarbij gaan helpen. Hey, wacht hoor. Oh, Matthias die komt al. Hey, wacht hoor, Jesse. Anders dan doen jullie straks alles. Dat is ook niet de bedoeling. Ik heb nog 2 kinderen nodig. Sowieso 1 meisje ook. Je hoeft niet iets te doen hoor. Ik praat gewoon. Dus je hoeft hier alleen maar te... Ja, jij wil helpen? Super. En nog een jongen? Ja, kom maar. Kom maar. Ja, dan mag jij hier staan. Ja, heel goed. En dan ga jij hier staan. Ik heb een leuke rol voor jou. En dan mag jij, ga jij hier staan. Zo, heel goed. Kijk, want Johannes die wil ons iets heel moois laten zien. Als we het verhaal even in de context gaan zien, dan staat dit verhaal in Johannes 4. Maar dat is onderdeel van een serie verhalen uit Johannes 2 tot 4. Goedemorgen. Goedemorgen. Ga rustig zitten. Johannes 2 tot en met 4. En daarin komen 4 verhalen naar voren. En je moet goed opletten, want Jezus is cryptisch. En bij alles wat hij zegt, zit er een dubbele betekenis aan. Een verborgen boodschap die hij ons wil laten zien. En de uiteindelijke vraag is telkens, wie denk jij dat Jezus is? Wie denk jij dat Jezus is? We beginnen bij hoofdstuk 2. Daar staat een, ik ben helaas de sluier vergeten. Dat is jammer, maar jij bent een bruid. Ja? Zij is de bruid. Want het eerste verhaal gaat over een bruiloft. Het tweede verhaal gaat over een tempel. En het derde verhaal gaat over een rabbi. Du bist de rabbi. En het vierde verhaal is ons verhaal, de bron. Hoofdstuk 2, begin met een bruiloft. En daarin verandert Jezus water in wijn. Hij pakt daarvoor 6 watervaten. En die watervaten waren bedoeld om je mee te reinigen. In die vaten zit ongeveer 702 liter water. En dat water verandert Jezus in wijn. Nou, mijn buurvrouw die werkt bij een wijnwinkel. En ik vroeg haar eventjes, wat is nou de beste, duurste wijn die je nu op dit moment hebt? Ze zei, nou, nu goede wijn, €60 heb ik nu liggen. Er zijn natuurlijk wijnen die zijn veel duurder, maar dat was €60. Hou even in je hand. Het water verandert Jezus dus in wijn. Hij geeft op die bruiloft een bruiloftscadeau van 900 flessen van de beste wijn. Reken maar uit. En het is het beeld van het toekomstige Messiaanse bruiloftsmaal. Eten en drinken bij Jezus voor allen die zich laten reinigen door hem. Het tweede is een tempel. Je mag de handen even net achterdwaan, maar dan maak ik even een hoesje van diezelf. Zo. Ja, heel goed. Dit is de tempel. De tempel is de plek waar God woonde en waar aanbidding was, waar offers gebracht werden. Maar uiteindelijk ging het helemaal verkeerd. Het was een plek geworden van commercie en van corruptie, van handel. En Jezus die komt in die tempel en die wordt woest. Hij wordt woest en hij gooit alles omver. En hij zegt, jullie hebben er een handelsbende van gemaakt in plaats van een huis van gebed. En Jezus gooit alles eruit. En het enige wat overblijft... Het enige wat overblijft is Jezus zelf. Het enige offer wat redding kan bieden. Jezus is de nieuwe tempel waardoor we God kunnen ontmoeten. Voorheen was het de tempel waar God woont en waar hemel en aarde elkaar raken. Nu is Jezus, een persoon, de bron waar we hemel en aarde kunnen raken. Dan komen we bij hoofdstuk 3. Daar is onze rabbi. Sure, pak maar beet. De schriftgeleerde. Lieverd. En Jezus zegt tegen deze rabbi, die heel veel van de Bijbel en van de Bijbel in die tijd wist, de mens moet geboren worden uit water en geest. Niet letterlijk natuurlijk geboren worden, maar figuurlijk. Je moet een nieuw hart krijgen. Jezus citeert hiermee de grote profeten Ezekiel en Jeremia. En daarin, dat moest eigenlijk deze rabbi Nicodemus, die moest dat toch eigenlijk wel weten, dat Jezus daarover sprak. Uit water en geest. Het is het beeld en het symbool voor het werk van de geest, dat water. En die geest ontvangen we wanneer we geloven in de verheven mensenzoon. Weten we het nog van vorige week, dominee van Gullik? Die zei al, de verheven mensenzoon. Het was een terugblik op het volk Israël in de woestijn die gebeten werd door allemaal slangen. En die zei, hoe kunnen we blijven leven? Je kunt blijven leven als je keek naar de slang die geheven werd op een stok. Die Mozes omhoog hield. Als je daarna keek op een verheven stok, dan
bleef je in leven. En het is een vooruitblik naar Jezus. Als voor 16, broer. Heel lang. Nee. Een vooruitblik naar Jezus die uiteindelijk straks zijn eigen leven geeft. En wie kijkt naar de verheven mensenzoon en gelooft in de verheven mensenzoon, die zal eeuwig leven. En dan komt ons verhaal. De bron van levend water. Dus Jezus nodigt ons uit voor een gigantisch feest. Messiaans bruiloftsmaal. Daar kun je alleen aanschuiven als we ons richten op Jezus. Het offer. Het enige offer wat redding biedt. Hij is de persoon waar hemel en aarde elkaar raken. Wie gelooft in hem, wordt opnieuw geboren en ontvangt de Heilige Geest. En dan komt ons gedeelte. Jezus ontmoet de Samaritaanse vrouw. Als je eens wist wat God wil geven. Dat levende water is voor ons allemaal. Een vervuld leven door je over te geven aan Jezus. Te geloven dat hij de Zoon van God is. En als je hem volgt, kom je tot ware bloei.